Deze nieuwsuitzending is echt nieuws en echt vervelend nieuws. Het gaat hier over een artikel van Paul Joseph Watson, geplaatst op Prison Planet. En dat is die site van Alex Jones. Dat is geplaatst op 20 mei en het is vandaag ook 20 mei, als ik mij niet vergis. Ja, nog eventjes, het is 11:45 's avonds, een maandag. Ik lees het even voor op zijn Engels. Rapper sings, dan quotes, I fuck France, I burn France, as he symbolically strangles a white woman. Nick Conrad previously fined 5,000 euros for a song in which he advocated killing white babies. Daaronder staat een plaatje, dat is neem ik aan een still of een shot uit die uit een videofilmpje. En daarin kan je zien dat die man waar het om gaat, die heeft een bruine huid. Zo. En die vrouw is dus, dat is een blanke vrouw. En dan is die aan het wurgen. Dus die rapper die zingt, ik verneuk Frankrijk, ik zal Frankrijk afbranden. Terwijl hij symbolisch een blanke vrouw wurgt. En hij is eerder al veroordeeld tot een boete van 5000 euro's voor een liedje waarin hij het had over, waarin hij het aanmoedigde om blanke baby's te vermoorden. Dus je gelooft je eigen ogen niet, hè? Ik ga even verder doorlezen. Dus de tekst van Paul Joseph Watson. A controversial French rapper is facing more heat after he released a track in which he sings I fuck France, I burn France, as he is portrayed strangling a white woman meant to symbolically represent France. Nick Conrad was previously found guilty of incitement to violence and fined 5,000 euros for releasing a song in which he advocated killing white babies. Conrad appealed the verdict, claiming the track, to the quotes, was a comment on racism. However, his legal troubles haven't deterred him from replicating similar behavior. In a new song called Du Pays, de zaakjes Sweet Country, Conrad portrays France as a white woman whom he eventually strangles to death. I fuck France, I burn France until she reaches agony, Conrad repeats in each chorus. Elsewhere in the song, Conrad raps, cock in France's mouth, I come like a pig. And, Twitter's quotes, this country has never been sweet. While complaining about racism and referring how the press accused him trying to stir up violent civil war. Conrad is self-produced, and part of his motivation for attracting attention he wouldn't otherwise get is obviously predicated on causing the most offense possible. While Facebook claims that it bans dangerous people who spread hate, the social network giant has taken no action against Conrad, nor has Facebook owned Instagram or any other platform. Dat is het einde van het artikel. Ik zal er even. En dan dingen die ik nog even als het Nederlands moet doen. Dus
Ja, ik zal Frankrijk verneuken, ik zal Frankrijk afbranden, totdat zij agony bereikt. Agony is toch ongelooflijke pijn of zo, hè? Even translate.google. Agony. Doodsangst. Ja. Het kan altijd nog erger. Dus ik zal Frankrijk verneuken, ik zal Frankrijk afbranden totdat Frankrijk doodsangst bereikt. En verderop in het liedje, dan rapt hij mijn penis in de mond van Frankrijk. En ik kom klaar als een varken. En dit land is nooit zoet geweest. Terwijl hij klaagt over racisme. En hij refereert aan hoe de pers hem beschuldigt van het feit dat hij probeert om geweld aan te wakkeren in de vorm van een burgeroorlog. Nee, natuurlijk, jongen. Yeah. En Conrad is self-produced. Dat zal inhouden dat hij zijn eigen dingetjes produceert. En hij doet dit dan om zoveel mogelijk beledigend en over te komen. Dat is een vorm van marketing. Ja. En terwijl Facebook dan beweert dat het een ban geeft op gevaarlijke mensen die haat in de rondte spreiden, dan heeft Facebook niks gedaan tegen deze vent. En dat geldt ook voor Instagram, dat een onderdeel is van Facebook. Of enig ander sociaal netwerk, platform. Nee, want het is een zielige. Hoe moet je zo'n lul noemen eigenlijk? Ah, hij noemt zichzelf varken. Want hij komt klaar als een varken. Dus nou, dit soort varkens. Die zijn zielig. Ja, laat ze maar op Facebook vertellen dat ze blanken moeten allemaal dood. Dat is allemaal in het kader van dat ze dus tegen de racisme. Hoor. Het is allemaal antiracistisch, snap je? Dan moet er iets gedaan worden. Die Fransen, dat kan echt niet langer. Hoor. Dat afvak Frans, aburn Frans. Ja. Dat vinden wij dus goed, hè? D66, die lui, die komen helemaal klaar op dit soort liederen. Die zijn zo voor de diversiteit, man. Dat is de diversiteit die je naar binnen haalt in Frankrijk. Leuk, hè? Ik stop mijn penis in de mond van Frankrijk en ik kom klaar als een varken. Mooi, hè? Lang leven de diversiteit. Diversity is our biggest strength, is het toch tegenwoordig? Hè? Erg divers, hè? Ja, het is te walgelijk voor woorden. En er gebeurt niks aan. Deze rapper die krijgt een klapje of een tikje van dan moet je €5.000 betalen. En dan gaat hij gewoon lekker door. Wat denk je dat die vent verdient, man? Zou het land uitgezet moeten worden? Voor eeuwig in de bak. Zijn tong eruit gesneden, kan ook nog. Wat denk je dat je gaat overkomen als je dit zou flikken als blanke? Waar komt die vent vandaan? Ja.
toch walgelijk. Dat krijgt Frankrijk over zich heen, hè? Schande over die lui. Waar zijn de soortgenoten van deze rapper? Die tegen hem zeggen, wij willen jouw smerige liedjes niet. En je houdt je bek. Of we slaan hem dicht. Ja? Waar is de woede van zijn landgenoten? Nergens, hè? Die zitten een beetje te gniffelen in de banlieue. Een beetje te zeuren over racisme. Nou, ik kan je vertellen dat ik begin er behoorlijk genoeg van te krijgen. En als het hier gaat om een bepaald ras, nou, dat zal niet zo zijn hoor, het gaat om eikels. Maar ja. Neem je geen afstand van dit soort liedjes, teksten? Wat mij betreft sta je aan de andere kant. En wij hoeven dit als blanken niet te pikken. Dat er een videoclip op het internet staat waarin een blanke dame symbolisch wordt gewurgd. Zou je even bij die jongens en meisjes van D66 even neer moeten leggen die zo voor Europa zijn? Ja? Is dit Europa? Ja joh. Aha. Is toch heel erg, of niet? Ja. Ik wil het liedje ook niet horen, by the way. Ik weet nou dat het heel slecht zal zijn. Beetje oetje, oetje, oetje. Ik stop mijn penis in de mond van Frankrijk en ik kom klaar als een varken. In de jaren 90 riep zo'n man, die heette Jan Maat. We schaffen die hele multiculturele samenleving af. En iedereen viel over Jan Maat heen. Ja. En kijk nu eens wat je hebt. En waar zijn de protesten in Frankrijk zelf hiertegen? Van deze mensen zelf? Waarom moet dit staan op een Amerikaanse website? Ja, het kan zijn dat het op een Franse website ook staat, hoor. Maar ik kan geen Frans. Maar het is toch te gek voor woorden. Als blanke zou je gearresteerd worden, denk ik. Je zou het voor de grap eens uit moeten proberen. Om symbolisch een... dan moet je even nagaan waar die man dan vandaan komt. Hè? Ga je symbolisch zo'n vrouw wurgen. Dat je dan zoiets zingt als... Ik verneuk al die immigranten van dit type. En ik ga ermee door totdat ze de doodsangst uitstaan. Ik denk dat je er niet mee wegkomt, hoor. Je hebt de politie op de stoep voordat je Abraham kan spellen. En deze man komt ermee weg. Krijgt een boetetje, denk ik. Ik zal eens even zijn naam gaan googlen. Kijken wat ik vind. Jammer dat ik geen Frans kan.
Had hij een tv-dinges? Even kijken wat hij... Schandaal, ik kan het al een beetje begrijpen wat hij hier zegt. Translate. Detect language. Kom op. Het is French, man. Kun je dat wel zien? Het is gewoon French. De polemische rapvideo van Nick Conrad. Die wilde een debat openen over de Franse mentaliteit. Ja. Nou, gebruikt hij dan leuke, heeft hij een leuk taalgebruik bij, vind je niet? Mijn lul in een Marokkaanse mond. En als ik zin heb, dan stop ik hem ook nog in haar kont. Ja, het was alleen maar dat ik het debat wilde openen over de Marokkaanse mentaliteit. Voor de rest vrij normaal hoor. Want ik vind toch, ja, die Marokkaanse mentaliteit, ja, het debat moet wel geopend worden. Ja. Oké, wat staat hier dan? Quatre choses à savoir sur Nick Conrad. Avec son clip du pays. Nou, dat gaat dus over die laatste clip. Nou, wat staat hier dan? Google Translateur. French. Het is wat droevig dit, hè? Nou ja, er zijn vier dingen te weten over Nick Conrad. Ik heb zo het idee dat ze het eigenlijk alleen maar aan het goed praten zijn. Wacht nou zeg. Hij is ook nog ziek. Oh. Ik word helemaal... Wat voor ziekte heeft hij dan? Een ziekte die hem tot schrijven heeft geleid. Nick Conrad leidt aan sikkelcelanemie. Een genetische ziekte die 50 miljoen mensen over de hele wereld treft, die hemoglobine in rode bloedcellen aantast en pijnlijke aanvallen veroorzaakt. Tiener, terwijl hij verschillende keren bedlegerig is. Als tiener vindt hij troost in de woorden. Ik schreef mijn eerste tekst op het ziekenhuisbed op 4 januari 1994. Ik moest uitdrukken wat ik in mijn hart had, wat ik op dit moment ervoer. Oh, ja. Zegt hij, dat was een bevrijding. Nou, dat is het dan. Hij heeft sikkelcelanemie. Ja, dan ben. Wat maakt mij dat aan? Dat dacht ik al, hè? Dat ze dan gewoon gaan zitten goed praten ook, hè? Hij is geboren in 1983.
In Frankrijk. Oh, wacht, zijn vader komt uit Cameroen. Nou, dan weet je gelijk hoe de mensen in Cameroen denken over blanken. Pas op voor die Cameroenianen. Ze brengt tuig voort. Zonder moraal, zonder niks. Kijk, de vader is een muziekliefhebber. Nou, leuk. Op 6-jarige leeftijd kwam hij op het conservatorium. Nou zeg, dat is denk ik verkeerd vertaald. Hij was een grote fan van rap. Ja. Ik stop mijn lul in je mond. En ik kom klaar als een varken. Ja, je mag toch hopen dat niet alle mensen uit Cameroen dit soort. Hij werd racistisch ook nog, hè? Hang the whites, dat werd zijn eerste ding. Dat kostte hem die 5000 euro. Ja, precies. En dan ging het lekker door daarna. Op het moment van zijn rechtszaak had hij een realistisch maar fictief verdedigd werk beweerd, vol verwijzingen, werk, beweerd vol verwijzingen naar de Amerikaanse geschiedenis. Oh, die film, ja. Zie je. Was die film American History X. Ken je die film? Ik heb hem hier in huis. Walgelijke film, by the way. Het is een film waarin de Amerikaanse samenleving, of de blanken dan, die worden weggezet als Adolf Hitler aanbidders. En negerafslachters. Heel erg, en dat gaat hij dan dus gebruiken als een. Het is een excuus om dan dat soort dingen terug te kunnen doen. Maar die film is nep. Ja. Je hebt in Amerika. Heb je zo'n dame en die heet Carolyn Yeager. Dat is een Duitse naam. Als een hele grote Hitler-fan. Ja. Maar dat is voor de rest gewoon een keurige dame. En zij is dan een fan van Hitler, omdat Hitler ja, niet rookte. En nou, wel meer dingen gedaan die te maken hadden met nou, zaken die
Ja, bij iemand als Carolyn Jäger van zegt, ja, als je dan kijkt naar hoe het ook wel eens gaat en met al die porno en hoererij. En... Hitler heeft wel in Berlijn huis gehouden. Want Berlijn was ja, een zespoel, heet het dan. Het was een pool des verderfs met ontzettend veel prostitutie. Seksclubs en zo. Ja, dat heeft die partij van Adolf Hitler wel opgeruimd. En dat soort dingen kijkt Carolyn Jäger dan. En dan heb je het gehad hoor. Ik heb vrij veel geluisterd naar de Amerikaanse radio via internet. Ook van, noem het maar, de ja, dingen als American Renaissance. En ja, wat kritischer Amerikaanse gedachte dingen zo. Maar. Nee, daar kom je niks anti-neger toestanden in tegen. Anders dan dat die mensen zeggen van we zijn die negers beu met hun gedrag. En daar hebben ze dan reden voor. En er is een Amerikaanse website en die heet Stuff Black People Don't Like. Dan moet je maar eens even gaan kijken. En dan zie je wel wat voor reden bepaalde blanken die in dat soort wijken wonen. Wat ze hebben. Om te denken van we willen helemaal niet in één plek, op één plek verblijven waar... Ja, dit soort negers in de rond te lopen. Maar er worden geen negers vermoord bij hem. Ja, er worden wel negers vermoord. Vrij veel negers zijn een slachtoffer van geweldsmisdrijven. Maar de dader is dan ook een neger. Dus het zijn negers die negers doodschieten. Dat wel. Maar dat is toch niet het probleem van de blanke, dacht ik. He. Ja, ja, treurige boel, hè. En de arme Fransen die dit moeten vreten. Je hoop je maar dat dit niet naar Nederland... En ook een of andere Nederlandse rapper zijn die denkt van, oh, als die vent in Frankrijk dat mag, die Nick Conrad, dan... Ja, toch? Ja? Zeer... Zeer vervelend, dit soort mensen. J'ai baissé la France jusqu'à l'agonie. Ik val Frankrijk verneuken totdat ze in de doodsangst komt. Laat hij dan teruggaan naar Cameroen. Ja, maar dat wil hij niet, hij wil Frankrijk verneuken. Ik denk dat de Fransen alle recht hebben om hem de oorlog te verklaren. Hem en zijn familie. En iedereen die met hem meehobbelt. Toch? Ja, waar vraagt die man om? Dit gaat toch aan alle redelijkheid en zinvolheid voorbij. Toch? En dan maar oorlog. Ja? Want dit kan je niet accepteren. En het is een bevestiging van wat die Amerikaanse mensen zeggen, die hun buik vol hebben van dit soort gedrag.
Dat ze zeggen, we stoppen ermee. Met dit soort mensen valt niet te praten. En die mensen willen segregeren. Oh, een afscheiding. Ik ben benieuwd wat iemand als Marine Le Pen, wat hij hiervan zegt. Wat is haar mening in deze? Accepteren? Pamperen? Zielig vinden? Want dat is toch zijn land niet? Ik las dus net dat zijn vader kwam hier eind jaren 70 pas naartoe. Dus zijn land is Cameroen. Laat hij naar Cameroen gaan. Waar ligt Cameroen eigenlijk? Is dat de Sub-Sahara? Cameroen. Ja, Sub-Sahara. Je hebt Algerije, Libië, daar begint de Sahara. Dan heb je Mali, Mauritanië, Mali, Niger, Tjad. Dan krijg je Nigeria. En dan krijg je Cameroen, Sub-Sahara. Ligt ten westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Iets zuidelijker nog dan Soedan. Het zijn streken waar het IQ niet hoog is, hè? 70, 80. En het is bekend dat mensen met een laag IQ, die schakelen eerder over naar geweld. En in dit geval dus tot taalgeweld. Ja, het werd al gezegd en deze persoon beaamt dat dan met zijn gedrag. Te gek voor woorden, man. En dan gaat hier die Franse website, France Info. France TV Info. Nog een beetje een zielig verhaal van, ja, heeft sickle cell anemie. Ja. What do I care? Dat maakt het alleen maar vervelender. Dan wordt hij een soort van martelaar. En dan worden zijn liedjes nog langer gezongen. Toch? Heel erg. Geen goed woord voor over, hoor. Dus ik neem in alle seriositeit, want dit soort dingen zijn niet geinig meer, hè? Het gaat voorbij aan alle fatsoen. Dit moeten wij goed begrijpen. Het heeft geen enkele zin om hier een beetje multiculturele acceptabel toestand over te gaan lopen doen. Dit hoort afgewezen te worden. En als Frankrijk dat niet doet, dan zal het een reden te meer zijn voor ons om uit de Europese Unie te stappen. Want wij willen toch geen deelgenoot zijn aan een Unie waarin dit soort uitspraken van mensen uit Cameroen worden geaccepteerd. Als zijnde van ja, diversiteit is onze kracht. Het
zo'n leuke voor Geert Wilders. Om aan te kaarten als hij binnenkort gaat thee drinken met Marine Le Pen. Maar ik denk dat Geert Wilders er ook geen zak aan doet. Ik denk dat als het puntje bij het paaltje komt, dat mensen als Geert Wilders en Marine Le Pen en Thierry Baudet niet de ballen of de kloten hebben om dit met kracht een halt toe te roepen. In plaats anders van, nou, wij keuren het af. Nee, die mag wel iets vetter ingrijpen, dacht ik. Die man het land uit en zijn familie en iedereen, die gewoon allemaal weg. Allemaal oprotten. Begin maar een overheidscampagne. Ja. Persona non grata. Het is wel Frankrijk die mensen opneemt, hè. Toch? Hoe was het ook alweer? Ja. Als je ergens te gast bent, hoe moest je je dan ook alweer gedragen? Ja. Op deze manier? Omdat je gefrustreerd bent? Maar waarom ben je gefrustreerd? Ben je Cameroen uitgezet? Nou, zo ja, dan moet je klagen bij Cameroen. Ben je vrijwillig naar Frankrijk gekomen? Dan moet je niet zeuren. Toch? Nou, bedrukt en bezorgd neem ik afscheid van jullie. En zeg ik tegen jullie, de weldenkende mensen. En laat je niet kisten. En je hoeft dit niet te pikken. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.